En Ruud van Nistelrooy keert terug in Oranje. Die in uitstekende vorm verkerende spits zal Robin van Persie gaan vervangen. Van Persie is enkele weken uit de roulatie vanwege een blessure. Ja, ja. We gaan even overbellen met onze goede vriend Johan Cruijff. Want die hebben we natuurlijk, zeker met het WK, enige regelmaat gesproken. Met die analyselijn, hè? Ja, zo. Oh, het is analyselijn natuurlijk gehad. Ja. Tijdje niet gesproken ook. Ja. Salvador. Ja, Johan, Edwin, goedemorgen. Hey Ed, hoe is het? Ja, tijdje niet gesproken. Nee, inderdaad, dan zeg ik maar goed met jou. Hoe is het met jou? Ja, in principe goed, maar luister even, ik moet even de lijn even vrij houden. Dus als het even kort kan. Nou, ik bel even over Van Nistelrooy. Ruud Van Nistelrooy is weer opgeroepen voor het Nederlands elftal. Hij is geselecteerd, dat heb je ongetwijfeld gehoord. Ik wilde daar even... Van Nistelrode. Ja, Van Nistelrooy. Want ik vermoed dat Bart van Merwijk mij ook even gaat oproepen, dus... Jou gaat oproepen? Ja, leeftijd maakt duidelijk niet uit. En omdat Arie Robben ook is geblesseerd, heb ik tegen Jacques Zwart ook even gezegd dat hij bereikbaar moet blijven. Johan. Dus als hij het niet erg vindt, houd de lijnen van vrij. Nou, laat me even, wat vind je? Je later, Ed. Nee, hallo, Johan. Nou, het is dat Abel is dat er niet meer is. Als was hij ook geblesseerd. Hallo, Johan. Dag. Henk, doe nog even één. Ja, misschien wel een interessant berichtje vandaag. Interessant.